En af en toe gaan we naar UVV. We liggen daar. En dan zit je natuurlijk in, ik weet niet meer hoe de park heet. Maar die park daar, die heeft ontzettend mooi, er helemaal omheen, zo'n fietswandelpad. En die is ontzettend breed. Ja. Dus al is het lekker dat fiets te gast is, of de auto te gast is hier, is het wel zo dat je hier ook heel veel fietsers hebt. En ook die 45 kilometer plus fietsers. Weet je, die komen aan en de bezorgservices, dat elektrische scooters, die hoor je niet aankomen. En als je hier echt recreatief bezig bent, dan ga je daar niet op letten. Ja. Dus ik zou zeggen, nou ja, als je dat echt wil benutten als een wandelpad, als gezin, dan moet je dus dat ook gaan scheiden. Dan wordt het niet meer auto te gast, maar dan wordt het bijna fiets daar. Ja. En gewoon mensen op promenade, om het maar zo te noemen. En waar moeten de auto's dan naartoe? Ja, nou niet. Maar die kunnen ook, weet je, je hebt fiets te gast en auto. Maar als je dat wat breder kan maken, alleen je zit met het... Je zal daar inderdaad een uitdaging hebben. Je moet helemaal tot de erfgrenzen van fabrieken gaan en dat soort dingen. Dus daar zal je een lange plan voor moeten trekken. Ja, ja. Maar inderdaad, wat jullie al zeiden, stijgers of zoiets. Dus die verhoging, het is te hoog om erin te springen. Verhoging, waar is die kade zeg maar zo hoog? Langs de hele kant. Dat hele stuk zeg maar. Ja, zowat vanaf... Vanaf daar tot aan deze kant. De hele zuidkant is vrij hoog. Hier bij de woonboten, dan loopt het een beetje schuin af. Dan kun je er tussendoor. Ja. Maar overal anders, waar je gewoon kaders zijn, meestal van die kaders vrij hoog. Okay. Ja. Weet je, het is namelijk, vroeger was het allemaal, geloof ik, allemaal gewoon echt nog een werkhaven. Al lang. In tegenstelling tot zoiets als Amsterdam, dat al jaren niet een werkplek is. Maar het feit dat mensen in het water springen, betekent wel dat ze gewoon vertrouwen hebben in de kwaliteit van het water. Ja, maar ik denk dat mensen eerder daarin vertrouwen hebben, dan ze denken niet na. Want het water is gewoon altijd groen. Ja. En of het nou groen goed is of groen slecht is, het blijft groen. Dus ze hebben, ik denk de meeste mensen denken er niet over na. Zoals op dit moment heb je heel veel... plantsoort. Ik zou niet weten of het algen is of niet. En dat geeft aan dat het water warm is geworden, dat het niet zoveel beweegt meer. Dus dan vraag je je af, wat zit er nog meer in? Je ziet ook, als je goed kijkt, af en toe dan zie je ook olievlekken en allemaal die kleurtjes van dat het water niet helemaal zuiver is. Maar zie je ook vissers bijvoorbeeld? Dat is ook vaak een teken. Ja, je ziet vissers in het najaar. Oké. Okay. Vorig jaar, tot nu toe... we hebben dit jaar nog geen vissers gezien, 1 of 2, maar echt in de laatste 2 weken. Maar eind vorig jaar zaten ze er heel september, oktober met z'n heel velen. Ja. Dus